Wie er de laatste tijd wel eens is geweest, is meteen verkocht. Want de Kilsdonkse molen in Heeswijk-Dinter bij Veghel ziet er, zeker na de recente restauratie, prachtig uit. De provincie heeft flink meebetaald aan de restauratie. De provincie besteedt heel veel geld aan wat we noemen de reconstructie van het platteland. Dan waar komt het in essentie op neer? Komt erop neer dat we het buitengebied weer nog mooier willen maken. Dat we zeggen dat we de natuur willen herstellen. We willen cultureel erfgoed dat er staat weer voor zover het nodig is herstellen. En de molen is een heel prachtig voorbeeld van een stukje oude cultuur. Wie rijdt op de nieuwe snelweg A50 bij Veghel en kijkt richting Den Bosch, ziet de molen liggen. De historie van de Kilsdonkse molen gaat eeuwen terug. Nou, de molen die zoals hij hier staat in steen uitgevoerd dateert van 1840. Toen is hij herbouwd op de fundamenten van oude houten molens die afgebrand zijn. Maar het begin van de historie ligt nog verder terug. Oh ja, die ligt al in de 14e eeuw, toen heel veel molens eigenlijk naast het riviertje de A functioneerden. Zoals gezegd, de restauratie van de molen is onderdeel van een grootscheepse herinrichting van het Brabantse platteland. Door het bijvoorbeeld laten meanderen van de A rondom de molen is ook de natuur aangepakt en kan de molen weer draaien. Dit zorgt voor een aaneengesloten ketting van natuurgebieden door Nederland, de ecologische verbindingszone. Daardoor kunnen planten en dieren zich relatief ongehinderd door Nederland verplaatsen. De restauratie van de molen was hard nodig. Omdat het een magnifiek industrieel erfgoed is, wat zijn weerga hier eigenlijk nauwelijks kent. Er zijn 6 van dit soort unieke projecten nog in Europa. Ik heb het een paar jaar geleden gezien, voordat de restauratie begonnen. En ik wenste degene die het wilde doen veel succes toe met het plan zoals het er toen bij lag. En als ik zie wat er nu van geworden is. Prachtig gevolg van het stimuleren en het belonen van het particulier initiatief. Dus dat vonden wij heel belangrijk. Het is vanuit de samenleving gekomen, het initiatief. We hebben er middelen voor. En ik vind het fantastisch als ik nu achter me kijk wat er van geworden is. In het weekend van 9 en 10 mei is het Nationale Molen- en Gemalendag. En is de Kilsdonkse molen in Heeswijk-Dinter voor het eerst open voor het publiek. Het voelt om trots op te zijn. Het is we vinden het een prachtig complex en een fantastische omgeving. We zijn alleen nogmaals heel trots op.